In deze screencast leg ik even uit hoe je een kaart maakt nodig voor je actualiteitsopdracht. Als je naar de opgegeven site gaat, dan krijg je dit voorgeschoteld. Makkelijker is misschien om eerst even hierbovenaan in te zoomen op de regio waarover je artikel gaat. Met Move Map kun je eventueel hier nog wat gaan verplaatsen. En je gaat dus de landen inkleuren, of de regio inkleuren waarover je artikel gaat. Ik kies eerst een kleur, met die kleurenkiezer hier, in bijvoorbeeld dit groen. Ik klik dan het vulemmertje aan en ik klik dan het land aan dat ik wil inkleuren. Wil ik nog een ander land inkleuren, dan kies ik bijvoorbeeld een andere kleur. Bijvoorbeeld in het geval dat het over een grensoverschrijdend verschijnsel gaat, dan heb ik een kleur gekozen en klik ik opnieuw op een ander land. Misschien nog een derde land als voorbeeld. Ja. Oké, dan ga je vervolgens op de knop View klikken. En je gaat de namen wegvinken, zodanig dat je een relatief clean kaart krijgt. Ik klik opnieuw op View, dan verdwijnt dit. Als je tevreden bent over je kaart, dan klik je op de knop Download. Je gaat hier niks aan wijzigen, aan die verhoudingen, want dat kan alleen maar problemen scheppen. En je klikt op de knop Get ready for download. Ik klik hier even op en dan word ik verwezen naar een ander venster. En vervolgens, als je die kaart op je computer wil opslaan, dan klik je op de knop download. En dan ga je natuurlijk kiezen voor bestand opslaan en dan komt dat normaal gezien terecht in je downloadmap. Daar kun je dan dat bestand eventueel gaan opzoeken en openen. Maar het staat dus op je computer wat nodig is voor het vervolg van de opdracht. Hier heb je dus kunnen zien hoe je zo'n kaart inkleurt en opslaat op je computer met behulp van deze site.